Hallo dan, vrienden en vriendinnen, daar is hij weer. Welkom bij Powerplay. En wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan eerst kijken naar enkele nieuwe videogames. We laten jullie onze Power Choice zien. En we nemen een kijkje in Breda, waar ik met een hele bekende burgemeester van gedachten wisselde over SimCity. Hoe dat verliep, dat zie je straks. Dit en nog veel meer vandaag in Powerplay. Dus kijk en huiver. Hartstikke nieuw is het 16-bit spel RoboCop 3. En de titel ken je natuurlijk al lang van de bioscoopfilm RoboCop, gemaakt door onze Nederlandse Paul Verhoeven. RoboCop is het verhaal van een tot half robot omgebouwde politieagent. De straatbendes in dit spel krijgen hoe langer hoe meer de vrije hand. Dit tot ongenoegen van de politie, die bijna geen personeel meer kan vinden. Jij moet dus als RoboCop het hoofd van deze bendes opsporen en vernietigen. In Streets of Rage, deel 2, een nieuwe 16-bits videogame, kies je aan het begin van het spel één van de vier vechtersbazen. En elk figuur heeft zo zijn eigen specialiteit. Om te beginnen sturen we Axel de straat op. Versla je vijanden met enorm veel verschillende bewegingen. Nu is het de beurt aan Blaze. En dat is, zoals je ziet, geen katje dat je zonder handschoenen aanpakt. En dan vriend Max. En ook vriend Max heeft er geen moeite mee. En dan, last but not least, Eddie. Als een soort pneumatische hamer slaat hij zich een weg door de vijanden heen. Hier gaat het bijna mis, maar Eddie staat weer op en gaat gewoon door met zijn pneumatische bewegingen. Maar daar komt wel een erg grote griezel aan. Hoe het afloopt, daar zul je Streets of Rage deel 2 zelf voor moeten spelen. En dan nu een nieuw spel voor de portable. Bart versus de Juggernauts. We zien Bart hier tijdens het skateboarden. En dat is een van de opdrachten die hij moet uitvoeren. Kabang. En dan hier het gedeelte Hop, Skip en Fry. Bart Simpson is de gast in de tv-show en daarin moet hij het opnemen tegen de Juggernauts. En dat zijn de mannetjes die je ziet. Het komt in dit pittige spel aan op de grijze cellen en wat minder op je vingervlugheid. Het skateboarden vereist juist weer flink wat behendigheid, maar verder is het vooral goed nadenken geblazen. Nog een nieuw spel voor de portable, Battletoads. Deze kikkers moeten het kwaad verdrijven in de vorm van Elvira. Zij heeft de wereld van de Battletoads betoverd. Je komt door allerlei levels en je moet van alles doen. Zo moet je bijvoorbeeld vliegen, rennen, maar ook op een motor rijden. Alles, maar dan ook van alles, kom je tegen op weg naar de eindbaas. Hier enkele onderdelen uit het nieuwe 16-bit spel Aquabatics James Pond 3. Probeer de strandballen weg te houden van de slapende zeehonden. Je stoot de ballen weg door er met je snuit tegenaan te stoten. Als je even niet oplet, gaat het mis en dan slaan ze op de vlucht. Gebruik de sponsen als trampoline en maak ingewikkelde sprongen om erg veel punten te vergaren. Als je naast de spons springt, zoals hier gebeurt, dan val je op je snuit. Geef de hongerige vissen op tijd te eten, zodat ze niet in het verleidelijke voedsel aan de vishaken zullen bijten. En fiets zo hard mogelijk naar de finish en ontwijk ondertussen de krabben. En pak de vlinders om extra punten te krijgen. Kerstmis is dé gelegenheid om je spelmogelijkheden uit te breiden. Niet alleen met allerlei nieuwe en fantastische spellen, maar ook met een keur van praktische en degelijke accessoires. Ik zou een aantal goede suggesties laten zien voor je verlanglijst. En wie weet wat je allemaal terugvindt onder de kerstboom met jouw naam erop. Dankzij de portable videospelletjes kan je zelf bepalen waar je speelt. Maar dat kost natuurlijk wel batterijen. En als je heel veel speelt, verbruik je er ook heel veel. Dat is logisch. Daarom zijn er nu deze meestelijke adapters en Power Packs voor uren en uren onafgebroken speelplezier. Ze zijn er in vele vormen en maten. Bijvoorbeeld voor de Game Boy, voor de Game Gear en voor de Lynx. Goed voor je portemonnee en goed voor het milieu. En zit je op een plek waar je dat allemaal niet zo goed kan zien, dan pak je gewoon een vergrootglas.
alles op je scherm, 2 keer zo groot en dus ook veel makkelijker te zien. Ze vergroten niet alleen je scherm, maar ook je spelplezier en ze zijn er ook met ingebouwd lampje. Dat geeft een grotere helderheid en dus meer contrast. Vooral als het donker is geworden en je toch wil blijven spelen, onder de dekens bijvoorbeeld. En wie wil dat nou niet? En wat dachten jullie van deze Gear Master? Hiermee kun je de spelletjes van de 8-bits computer spelen op je portable Game Gear. Zonder batterijen. Dat is dus in de vakantie optimaal gebruik maken van je spellenverzameling. Verder zijn er allerlei soorten powerpads. Ze vergroten je spelmogelijkheden enorm. Er zijn turboknoppen voor een hogere actiesnelheid. Misschien wil je liever in slow motion. Het kan allemaal. Ook zijn er geweldige powermates. Een speelhal joystick waarmee je variabele turbo's kunt gebruiken en slow motion. Het zijn high-tech hulpmiddelen die je spelplezier alleen maar doen toenemen en toenemen. Maar waar laat je al die extra's? Gelukkig is er een grote hoeveelheid opbergsystemen die dat probleem voor je kunnen oplossen. Opbergsystemen voor thuis, waar je al je spellen in kunt rangschikken, maar ook allerlei draagtassen voor buiten. Daarnaast zijn er dan ook nog ontelbare cadeaus die op de een of andere manier met je videogames verbonden zijn. Zo is er een 12-inch met erop de hit Super Mario Land. Er zijn Sonic stickervellen met erop puntje-puntje eigendom van puntje-puntje-puntje. Dan heb je dus nooit meer verwarring over welk apparaat nou van jou is. Verder zijn er t-shirts, baseballcaps, paraplu's, rugzakken, joggingpakken. Het is echt allemaal te veel om op te noemen. Je ziet het, er zijn verschrikkelijk veel mogelijkheden om je kerst nog leuker en nog spannender te maken dan anders. Met het oog op de feestdagen sluiten wij ons aan bij de vele campagnes die erop gericht zijn om te voorkomen dat mensen met een slok op achter het stuur gaan zitten. De gevolgen zijn namelijk vaak vreselijk. Kijk naar de volgende spot. Street, you don't get another quarter. Een power tip nu voor Lemmings, een 16-bits videogame. De bedoeling van het spel is om de Lemmings naar dit deurtje helemaal rechts te leiden, want daar moeten ze doorheen. Terug naar links zien we het luik waar de Lemmings uitkomen vallen. Maar let op. Als je je gewoon van deze hoogte laat vallen, dan loopt het niet goed af. Je moet van de eerste 2 lemmingen een floater maken. Zij steken een paraplu uit. Zodra ze geland zijn, worden het fallers, de zogenaamde blokkers. Bij de volgende lemmings mislukt het wel eens en dan zie je dat ze doodvallen. Degene waarbij het wel lukt, die beginnen aan de bouw van een brug, waardoor de rest niet langer doodvalt. Dit zijn alle problemen waar ze langs moeten. Over water heen, om maar iets te noemen. Goed, we gaan weer terug. De rechterblokker is weg en de lemmings glijden verder naar beneden. En we komen nu bij een belangrijke hindernis. Het probleem is hoe je langs deze hindernis met die naar links wijzende pijlen komt. De cursor geeft het eigenlijk al aan, van rechts naar links. Maar hoe? Aan deze kant van het obstakel lukt het je niet om er doorheen te graven. Wat gaan we hier aan doen? We laten enkele lemmings eroverheen klimmen. 3 om precies te zijn. Kijk, daar gaan ze, terwijl de andere lemmings in afwachting een beetje heen en weer ijsberen. Eentje laat je doorlopen. Die gaat een brug bouwen. De tweede climber wordt een blokker. Daardoor kan de derde niet verder en moet hij naar links. En kijk, terwijl de eerste lemming bezig is met de bouw van de brug, graaft de derde lemming door het obstakel heen. Je ziet het, van rechts naar links gaat wel. De lemmings kunnen er nu wel door en intussen is de bruggenbouwer flink doorgegaan om op 1 volgende bruggen neer te zetten. De lemmings kunnen hun tocht nu voortzetten op weg naar het deurtje.
In mijn vrije tijd zit ik geregeld, net als jullie, toch aardig wat uurtjes achter mijn spelcomputer. En deze week ben ik tot de volgende Power Choice gekomen. En dat is mijn advies van 10 videogame-titels die je absoluut niet mag missen. Op 10 Super Mario World, op 16-bit spel, er was veel te spelen, hij moest wat zakken. Robocop 1 voor de 8-bits, deze week op nummer 9 in Power Choice. En het spel Mickey en Donald, ook voor de 16-bit spelcomputer, op nummer 8. Op 7 een spel voor de Portable, de Simpsons, maar dat spel is ook verkrijgbaar voor andere systemen. De nummer 6, daar staat naar aanleiding van mijn eerste vliegles het spel Pilot Wings voor de 16-bit spelcomputer. En op nummer 5 een spel voor de Portable, net als op 7, dat is het spel Switchblade. Deze week op nummer 4 in Power Choice, Wonder Boy 5. En op 3, maar daar moet je wel een bepaalde behendigheid voor hebben, de Terminator. Sonic 2 belandde op de tweede plaats en de Lemmings kropen omhoog naar de eerste plaats. Deze laatste 4 spellen zijn alleen geschikt voor de 16-bits spelcomputer. Ik heb het 16-bit spel SimCity al enige tijd in de spelcomputer zitten. Ik vroeg me af of de regels en de problemen van dit spel overeenkomen met die van een echte stad. We gingen op zoek naar een echte stad. Je komt al gauw bij Breda terecht. Ik ging naar de baas van Breda, burgemeester Ed Nijpels, en ik legde hem al mijn vragen voor. Meneer Nijpels. Welkom in Breda. Dank u wel. Stadhuis. Ja. Wat is nou het leukste van burgemeester zijn? De veelzijdigheid. Dat je bezig bent soms met hele kleine dingen. Die voor andere mensen belangrijk zijn, maar die voor de inwoners van belang zijn. En af en toe ben je bezig met hele grote zaken. En vooral die afwisseling maakt het tot een heel mooie beroep. Hoe blijft u op de hoogte van alles wat er in uw gemeente van belang is? Je hebt natuurlijk je ambtenaren, maar ook door veel met mensen te praten, door dikwijls naar allerlei vergaderingen toe te gaan. En dus ook zomaar informeel met mensen een praatje aan te knopen. Is het mogelijk om vast te stellen waardoor het bevolkingsaantal afneemt of juist toeneemt? Heel simpel, ja. Je hebt eigenlijk twee dingen voor. Je hebt het aantal geboortes en je hebt het aantal mensen dat overlijdt en het aantal mensen dat binnenkomt en vertrekt. Nou, we houden zeg maar, van dag tot dag statistieken bij. En je kunt dus precies zien of Breda groeit omdat er veel kinderen worden geboren, of omdat er veel nieuwe mensen komen wonen, of omdat er veel mensen doodgaan. Hoe houdt u nou iedereen tevreden? Dat moet toch moeilijk zijn? Dat lukt je niet. Nee. En dat moet ook nooit de bedoeling zijn. Het zou ook slecht zijn als iedereen tevreden is. Het moet altijd iets te wensen zijn. Ja. Je probeert een aantal mensen naar de zin te maken. Maar overigens zijn het natuurlijk de politieke partijen die het uiteindelijk te vertellen hebben in de gemeenteraad. Is het belangrijk voor een burgemeester om goede contacten te hebben met Den Haag? Dat is van levensbelang. Ja. Er gebeurt natuurlijk in Den Haag worden heel dikwijls geld verdeeld. Er worden in Den Haag ook beslissingen genomen die voor je stad van belang zijn. En dan is het heel plezierig als je in Den Haag veel mensen kent. En maakt het nou verschil of je nou burgemeester bent van Breda of van Groningen of van een hele grote stad, zoals bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam? Nou, ik denk dat je die steden kunt verdelen eigenlijk in 100.000 en minder of meer. Je hebt in Nederland zo'n 20 steden die meer dan 100.000 inwoners hebben. En daar hoort Breda ook bij. En dat, ik denk dat de problemen in die grote steden allemaal te vergelijken zijn. Als je een hele snel groeiende stad bent, hoe weet je dan wat je het eerst moet doen? Dat is eigenlijk voor ons geen probleem, want we hebben zowel een tekort aan woningen als een tekort aan bedrijventerreinen. Kortom, op het moment dat in Breda een bedrijventerrein klaar is, is het al bijna uitverkocht. Zie je, voor een stad is het van het allergrootste belang als het economisch goed gaat. Ja. En Breda is een van die voorbeelden in Nederland waar het afgelopen jaar ontzettend goed is gegaan. Denkt u dat een simulatiespel zoals SimCity, denkt u dat spelers een goed idee geeft van een reële situatie in een stad? Het belangrijkste wat je ervan kunt leren, dat is dat je altijd afwegingen moet maken in zo'n stad. Dat het dus nooit en is. En dat is natuurlijk het gemakkelijkste. Mensen willen alles tegelijkertijd. Dat kan niet, daar heb je geen geld voor. Je moet dus keuzes maken. En dat kun je met zo'n spel denk ik heel goed duidelijk maken. Hoe zwaar weegt de verantwoordelijkheid voor Breda en de inwoners daarvan voor u? Dat is op zich natuurlijk een zware verantwoordelijkheid. Vooral omdat je als burgemeester ook hoofd bent van de politie, van de brandweer. Je wordt toch geacht een aantal dingen in een stad in de gaten te houden. Kortom, het is niet de verantwoordelijkheid die s'avonds om 6 uur ophoudt. In feite gaat dat dag en nacht door. Als u nou een slogan zou moeten verzinnen voor Breda, hoe zou die luiden? Ja, Breda is eigenlijk het beste te karakteriseren als een heel veelzijdige stad.
een kruising tussen enerzijds een stad met een zuidelijke aanpak, de zuidelijke mentaliteit geef je aan. Anderzijds dus een Bourgondische sfeer een beetje. Maar anderzijds ook de zakelijke aanpak die we in de Randstad aantreffen. En dat opzicht een perfecte kruising. Hartelijk bedankt. Ik hoop dat je wat hebt opgestoken hier in Breda. Ja, ik ga nog even gezellig de binnenstad in. Oké, het is gezellig genoeg. Ja, dank u wel. Dag. Burgemeester op bezoek. Zat goed in de tas al. Powerplay, powerscore. En vandaag gaan ook weer twee powerplayers het tegen elkaar opnemen hier in de studio. We spelen track and field, het 8-bit spel. Ik heb hier om te beginnen aan de linkerkant van de kijkersrecht, Cecile. Hi. Welkom in de studio. Kan jij je leven voorstellen zonder spelcomputer? Ja, het gaat, maar... Het gaat moeilijk. Moeilijk. Speel je heel veel? Behoorlijk veel. Ja. Heb je goed geoefend op de track and field? Redelijk veel. Ja, wat is je beste onderdeel? Mijn beste onderdeel, zwemmen. Zwemmen? Ja. Wat doe maar. Heb je zwempak meegenomen? Nee, niet. Nou, we doen taekwondo vandaag, dus dat is ook niet nodig. Aan de andere kant hebben we Nicole. Welkom, Nicole. Ja, wel. Ook voor jou. Ja. Taekwondo gaan we spelen vandaag. Heb je veel geoefend ook? Ja, elke dag. Elke dag? Ik kan het niet meer zien in ieder geval. Heb jij eelt op je vingers ook van de joystick of ben je er niet zo een? Ja, zo ongeveer wel. Een beetje wel. Ja. Nou, nemen jullie allebei plaats in de modules. Jij dan in de rode, want dat kleurt leuk. En jij in de zwarte, dat is leuk. Ga lekker zitten. Ze spelen vandaag... Ja, ga maar hoor. Ze spelen vandaag taekwondo van het 8-bit spel Track and Field. Ze gaan één ronde spelen. Degene die aan het einde van die ronde nog overeind staat, die heeft gewonnen. De ander, die zien we niet meer terug. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we dan. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, lieve mensen. Dames en heren, van harte welkom bij dit grote evenement. Taekwondo, Nicole tegen Cecile. De traditionele groet aan de scheidsrechter. Wat heel. En we gaan beginnen. Taekwondo, en dat is geworden Cecile. Van harte gefeliciteerd. Jij krijgt de powercard en een hand. En even zo samen even zo gaan staan, dat is voor de pers. Je hebt Nicole, heb je het universum ingeschoten, hè? Ja. Geweldig. Hey, je mag een spelletje naar keuze mag je uit gaan kiezen. Weet je al welk spel dat wordt? De Addams Family. Erg veel plezier ermee. Dank je wel. En nogmaals gefeliciteerd. Dit was Powerplay, Powerscore. En dan nu, powertip 2. De hoofdpersoon is Mickey Mouse, die werelden moet doorlopen. Aan het eind van iedere wereld krijgt Mickey een diamant als hij de eindbaas heeft verslagen. Hier loopt hij door de eerste wereld en dit is de eerste eindbaas. Hij moet 4 keer op deze boom stuiteren. Als dat gebeurt, verdwijnt de eindbaas en komt de diamant tevoorschijn.
gaan we de deur door naar de snoepwereld. Langs muren van chocola, langs ijsjes en lollies vindt hij onder andere verborgen levens en kracht. De powerplay-tip gaat over de eindbaas van deze snoepwereld, het chocoladeblok. Ontwijk de blokken die uit de lucht vallen en pak tegelijkertijd het blokje op dat op de grond blijft. Loop daarmee weg, van het chocoladeblok, in dit geval dus naar links, en wacht tot de eindbaas naast je staat. Gooi dan snel het blokje op zijn hoofd en loop weer zo snel mogelijk weg. Opnieuw moet je de blokken ontwijken en het blokje dat blijft, dat raap je weer op. Nou, je begrijpt het al, hier gaan we naar rechts en als je hem 4 keer op zijn hoofd hebt geraakt, dan verschijnt de diamant uit de snoepwereld. Voordat wij het Power Secret prijsgeven, eerst wat fragmenten van het spel Zarler Mercenary. Je ziet hier het keuzescherm. Let nu goed op, dan weet je wat je moet doen op je eigen portable. Druk option 1 en hou hem ingedrukt. Maak vervolgens met je joystick de volgende bewegingen. Omhoog, omlaag, links, rechts en weer omhoog. Laat dan de option knop los. Je ziet nu het voor de meeste mensen onbekende spel Life. En Life is een spel dat gemaakt is door de programmeurs van Zarler. Het gaat over het ontstaan van het leven door celdeling. Als je een echte freak bent, dan moet je dit absoluut spelen. We gingen voor jullie op bezoek bij de volgende powerplayer. Mijn specialiteit zijn vooral de vecht en platform en ook een aantal met een soort roleplaying element. Dat is dus de Wonder Boy 5. Erik is een hele goede platformspeler en vooral van de apartere spellen zoals Dolphin en noem maar op Tailspin en vooral Disney spellen is hij heel erg goed in. Ja, Glenn is meer een die houdt van vechtspelletjes en Sonic en dat soort dingen. De computerbladen staan vooral testen over spelletjes. De bladen krijgen dus net zoals wij van die testplaten toegestuurd. Dit is dus een cijferlijst over het spelletje Gods, wat over een aantal maanden gaat verschijnen. Er worden dus een aantal cijfers gegeven op bepaalde gebieden en er wordt dan een eindcijfer gegeven. En ze beginnen bijvoorbeeld altijd met de presentatie. Hoe ziet een spel eruit als je hem aanzet? Als een spel dan gewoon goed eruit ziet, een goed introbeeld, leuke muziek, nou, dan krijgt het een goed cijfer, 88. Nou, graphics, dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen van het spel. Hier 92%, dat is dus heel hoog. 100 is het hoogste. Vaak is het wel zo, als ik in een blad lees dat een spel dat het een goed eindcijfer krijgt, dan is het wel, als we het spel binnenkrijgen, dan pak ik dat als eerste. Op mijn testpapier, ik ben vanochtend bezig geweest met Mickey Mouse deel 2 voor de 8-bit computer. Bekende items en voorwerpen uit deel 1. Het geteste spel is nog niet helemaal af, maar wat er te zien is, belooft heel wat goeds. Het was een spel dat ik nooit uitkreeg, dat was Last Battle, maar het is me na een anderhalf jaar toch gelukt. Het heet Ariel the Little Mermaid. Het is een Disney figuurtje, een klein zeemeerminnetje. En die moet dan een tocht maken door de onderwaterwereld. En bepaalde items zomaar bij elkaar brengen. Bepaalde elementen worden er sowieso toch uitgehaald voor de Europese versie. En als ik zelf dus wat vind, wat niet kan, dan schrijf ik dat altijd op. Maar ik weet niet of daar dus geheel naar geluisterd wordt.
Sonic 2. Sonic 2 van 8-bit. Komt hij in het begin al. Als gewoon, loop je nou gewoon over die rails heen. Gewoon doorlopen. Door blijven lopen. Tot je op een gegeven moment bij een muurtje komt hier. Hij terug. En op deze veer springen. Hou die joystick naar links. En dan is het extra leven. Dan kan je dezelfde weg weer terug. En dan kan je weer verder vervolgen. Nou, Sonic 2, dat zie je hier nu al. Dat hij dus aan zo'n hangglider kan hangen. Dat is een Delta Wing, ja, dat is een soort parachute-achtig constructie. In het volgende level kan je die oppakken en zeg maar van een afgrond afvliegen. En af, dus met de wind meegaan en dan kan je dus onoverbrugbare afgronden kan je dan nemen. Dit is gewoon het dakken. Met de hotline, met Erik, goedemiddag. Nee, je komt er wel een helikopter tegen, maar dit is niet zo moeilijk vergeleken met... Sonic 2 voor de 16-bit? Zeg maar. Je moet op een van die, nou, van die grasveldjes gaan staan, van die platformpjes. En dan komt hij naar je toe, in dat ruimteschip. En dan moet je dus ja, naar de koning gaan. En of een prinses, en die geeft je dus opdrachten. Nou, wanneer je die uitvoert, krijg je een beloning. En deze beloning bestaat meestal uit geld of experience points. En als je die allemaal gedaan hebt, dan kun je dus inderdaad verder met het spel. Veertien dagen geleden lieten we jullie dit fragment zien. De opgave van vorige keer was ontzettend moeilijk. Uit de stapel goede inzendingen haalden we één inzending met het juiste antwoord. Jack Lagerwaard uit Heerlen. Het juiste antwoord was Mega Man 3. Hij krijgt van ons een jaarabonnement op Nederlands meest veelzijdige spellenblad. De nieuwe opgave, weet jij uit welke videogame dit komt? De uitslag daarvan op 8 januari. Vanaf die tijd zijn we er trouwens iedere week op TV2. Schrijf je antwoord op een briefkaart en stuur die op naar Tros Powerplay. Postbus 8000 1201 BA in Hilversum. Dat was het weer voor vandaag. Onze Powerplay energiemeter loopt op zijn laatste cellen. En dat betekent het einde van deze uitzending. Net zoals de energiemeter van 1992 zijn einde nadert. Daarom prettige feestdagen, een heel gelukkig nieuwjaar. En wie weet tot ziens bij Powerplay. Per jaar komen de sterren.